Dames en heren, hartelijk welkom bij deze speciale No Limits aflevering. We gaan een hele aparte achtbaan doen. Ik weet niet wat ik moet verwachten, maar we zijn hier gedropt in de regen in een parkje. De achtbaan heet Supercell. Nou, dat klinkt heel erg apart. Ik zie daar een hek staan. Ik denk dat we daar even naartoe moeten lopen. Ik zal even wat rennen. Ik kan hier door het hek heen. Er staat No Trespassing. We mogen hier dus niet in. Oké, we mogen hier niet in. Zal ik het doen? Ja, ik denk niet dat ik een keuze heb. Geen andere keuze in ieder geval. Dus we gaan hier gewoon doorheen. En ik zie daar iets staan van een gebouw. Het is een weg en die komt over een rivier. Ik zie daar een stukje achtbaanrails. Dus ik denk dat dit helemaal goed gaat komen. En hier, kijk eens jongens. De hele achtbaan komt hier voorbij. Zie je het? Ik zag hem. Ik weet niet of we hier in moeten. Eens kijken wat hier is. Ik weet niet of dat de ingang is. Laat ik hier eens kijken jongens. En meisjes. Of ik hier wat kan doen. Ik zie hier wel een soort station. Maar volgens mij is dit de uitgang van... En een prullenbak hier. Ik denk dat het de uitgang is. We gaan even verder kijken. Want misschien dat we hier wat wijzer worden van alles. Supercell. Ik denk dat dit de ingang is. Wauw. Dit is heel vet gedaan. Ik loop hier doorheen. Vehicle loading. Oké. Nou, we gaan hier doorheen. Dit zal de wachtrij denk ik zijn. Een heel groot rondje wat we lopen. Door dat gebouw heen. En dit ziet er inderdaad wat meer uit dan de ingang dat we net waren. Ik kom amper aan mijn woorden. En dames en heren, zoals jullie het weten, het weer vanmorgen. En het westen komt een zwakke tomatige windstoot. Oh, en daar is de achtbaanrail. Zag je hem? Of de achtbaantrein. Fantastisch dat het zo'n raampje is. Goed moment dat we daar waren. Leuk. En ik kan niet wachten op de achtbaan zelf, want daar gaat het uiteindelijk om. En we lopen. En jammer dat er geen paintings aan de muren zitten. Of iets van foto's over Supercell. In ieder geval, we gaan niet wachten tot we naar binnen kunnen. In deze prachtige achtbaan. In de regen. Hartstikke fijn. We nemen plaats aan de zijkant. Kunnen we nog een beetje... Wacht, ik ga gewoon wachten. Ik wil een beetje midden zitten. Niet aan de zijkant wat ik net deed. Ik wil gewoon puur een eigen plekje zoeken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 karretjes. Ik ga op stoel nummer 5. Dat is hier zo. Alsjeblieft. Dan zitten we precies in het midden. Een betere view kan je niet krijgen van deze achtbaan. Daar gaan we. Woe! Ja? We gaan vertrekken, ja? Oké. Spannend. Eerste drop. Oh jee, wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? We worden afgeremd. Nog meer remmen. En we gaan heel langzaam omhoog. Ik had eerst het gevoel dat het afgeschoten ging worden. En dat wordt het volgens mij ook nu ik het zo zie. Ja, daar gaan we! Woehoe! Krijgen we een looping. Wat een vaart. Ongelooflijk, heerlijk. Volgens mij is dit een beetje een dive coaster idee. Want hier krijgen we nu een drop. Woehoe! Mooie kleuren ook. Wauw. Oh, dan komen we binnenuit. Wat een korte rit. Als we er nu al zijn. Oh, gaan we tollend naar... Oh, wat leuk, joh. We gingen een beetje in een cirkel naar beneden. Wat een systeem, joh. Ongelooflijk. En ook... Het andere karretje heeft een andere kleur. Zie je dat? Die heeft een rode kleur en deze heeft meer geel kleur. Oh, dat is heel leuk gedaan. Zo, en we zitten... Oh, ik zit verkeerd op de baan. Ik mag hier niet zijn. Wacht even. Hoe kom ik hier vanaf? Wacht, ik ga... Van de rail springen. Hier. Zo, kijk. Niks gezien. Kom hier. Ik ga nog even kijken wat we nog meer voor het uitzicht kunnen hebben. Ik zat in die boom vast. Kijk wat we hier nog kunnen vinden. Want dit is ook nog allemaal gethematiseerd. Heel vet gedaan trouwens. Echt heel vet. Je kan hier kluisjes huren of zo. Zie je dat? Ja, het zijn kluisjes. Een prullenbakje. Push staat er ook op. Push. Ik kan hier gewoon kijken aan de buitenkant naar deze achtbaan. Fantastisch gedaan. Echt super fantastisch. Ik vond het een hele mooie baan. Laat weten in de comments wat je van deze achtbaan vond. En vergeet geen like te geven en te abonneren in het midden van het scherm. En dan gaan we volgende keer weer zo'n speciale rollercoaster doen.
Doei doeg!